Fucking ga eten, je om in vroep dat je er bent. hè? Nou, of is dit die bedorven shit? Oh my god, je gaat de bedorven shit echt niet eten. Stop it. Dagelijks HD Yo, dames en heren, mijn naam is Don en leuk dat je even kijkt naar de nieuwe Sims-aflevering hier op Dagelijks HD. Nou, we hebben hier een scenario waarbij Jos van een absurd grote afstand kan hij naar de muziek luisteren, hè? Huh? Op zich oké, okay, maar hij staat op te dansen. Op, de, op een fucking grote afstand mogelijk. Dat is eigenlijk net zo awkward. Al ga je naar een fucking. Nou, ik wil niet zeggen DJ-concert of zoiets. Maar voor lack of a better word. Dat je naar een DJ-concert gaat en je staat achter in de zaal. Sta jij te dansen. Zo so awkward is dat. Maar ja, desondanks. Wij zijn in ieder geval hier teruggekeerd bij de Sims. Ik had beloofd. Dat ik bij de 40.000 kapitaaltjes. Dat ik dan zou gaan verhuizen. Dus dan kan ik alles in de huishoudinventaris doen. En dan zou ik dus een beter huisje kunnen overkopen of iets in die geest. Dus wij gaan natuurlijk op het moment zoveel mogelijk geld proberen te verzamelen. En dan uiteindelijk kunnen we natuurlijk zo snel mogelijk verhuizen. Ja, ik kan cheaten en in één keer madderlood invullen en 50.000 ontvangen. Maar dat wil ik niet, want cheaten is voor zwakke hufters. Oké, okay, in ieder geval, Milan die heeft zijn badkuipje ge what the fuck? Een badkuip van 4000 euro's. Nou, op die manier gaat het wel erg snel. Verkopen, incasseren die hap. Dan zitten we nu op 23,5. Dat komt wel heel erg in de buurt. Maar dan mag je in ieder geval nu eventjes iedereen even lekker gaan eten. En dan kunnen we uiteindelijk wel verder zien wat er gaat gebeuren. Het is niet alsof Joost gewoon hier enorm in de weg staat of zo. Nee, nee. Eens even kijken hoe het qua baantje staat. Melvin moet over twee dagen werken. Matti over twintig uur. Frans niet. Don niet. Joost drie dagen. Jos. Drie dagen. Dus voor grotendeels is het weekend behalve voor Matty. Maar Matty is volledig voorbereid. Hij heeft zijn tegenstanders gebestu ge gebestudeerd. Gebestudeerd. Straks wordt het nog zo gek dat ik uiteindelijk gebe-ver-studeerd heb. Dan ga ik alles ervoor zetten. Ik ben al een tijd niet meer naar school geweest. Laat ik daar maar op houden. Ik heb 375 kreeg ik erbij. Maar waarvan dan? Oh ja, ik heb de Rimpelbill-surfers gehackt. Maar dan heb je een oncreatief gevoel. Oh, nu ben je opeens zelfverzekerd. Nu ben je opeens blij. Mood switches op en top. Ga anders maar nadat je geplast hebt eventjes livestreamen. Ik heb nog steeds een hekel aan dat geluid. Zo luidruchtig. Ik ga wel na mijn eten zal ik aan mijn charisma gaan werken. Want dat was zeg maar mijn dingetje wat ik zou gaan doen. En ik zie daar toch even iemand staan. Hallo mama. Frans, je weet wat je te doen staat. Want jij kent Eefje. Jij kent Eefje nog niet? Ik zou zweren dat Frans even kon, kende, k kid, girl. in ieder geval. Oké, okay, ik laat Frans gewoon compleet zijn eigen gang gaan. En ik zie wel uiteindelijk of dat een goed gesprek zal zijn. Normaal gesproken begeleid ik dat een beetje. Dit keer niet. Dit keer ga ik het gewoon compleet zijn gang laten gaan. En uiteindelijk zie ik wel hoe lang je dat gesprek kan volhouden. En wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Wat? Die koelkast die stinkt. Maar er staat nergens iets van bedorven voedsel, shit. Dat is zo verwarrend. Milan, ga jij ook maar even een toespraakje oefenen. Want jij bent de alleskunner. Alhoewel, ik laat jou echt al van alles doen. Dus dit is echt al belachelijk. Zit jij nou te zeker dat het vies is, man? Daar is hier niks. Even kijken hoe dat gaat, hoor. Eefje voelt zich prima. Mooi, oh, dat gaat nog best oké. Okay, maar waar hebben ze het vooral over? Gewoon kletsen? Oké. Okay. Wacht, ik doe eentje ertussen. Eens even kijken of er iets leuks tussen zit. Doe maar een gewaagde vragen stellen. Ik denk dat dat wel oké okay is. Maar zit er nou iemand boven? Melvin, die zit boven, ja. Want iedereen's sociaal is een beetje laag. Dus dat ga ik maar gewoon een beetje eventjes omhoog gooien. En dan uh, zal het uh, dat weer even voorlopig goed moeten zijn. Want het gaat altijd heel langzaam naar beneden. Ik ga uit mezelf sporten. Oké, okay, dat zie ik niet vaak gebeuren. Oh, Frans, hoe is het gesprek gegaan? Oh my god, je bent met mij gaan praten. Maar ik ben hier ook al. Ja. Dat gebeurt nou eenmaal. Is het sociaal weer een beetje omhoog, jongens? Ja, dat ziet er prima uit hoor. Oh, Just is climber livestreamen 23 verdiend en 25.180 fans. Doet hij goed? Soms vraag ik me echt af wat de fuck Melvin aan het doen is. Hij heeft zo'n eigen willetje. Zo echt weg van de groep, zeg maar. We laten Melvin eigenlijk maar gewoon in zijn zwembroek een boek schrijven. En dat zal dan zijn beste boek alle tijden zijn. De Venus-chronieken sci-fi boek. Prima. Geen idee wat een chroniek is, maar dat zal wel. Oké, okay, het blijkt dus dat je op niveau 5 kan, van charisma kan je dus je eigen sociaal netwerk opzetten. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. Want ik heb geen idee wat een sociaal netwerk inhoudt in de Sims. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Kijk okay, Don, genoeg. Slaap je tijd? Huppa. Milan, daarentegen moet nog eventjes sassen. En daarna mag je slapen. Melvin, maak je boek af. So close, so close. Wat een prestatie, Melvin heeft een volledig boek geschreven. Vraag me af of hij goed is. Oeh, Frans is als eerste wakker. Nou, Frans, ga jij maar eventjes lekker koken. Ik zeg: spinazie frittata. Fre frittata. Frettoo. Maakt niet uit hoe je het uitspreekt. Maak maar een groepsportie. Oh god, we hebben rekeningen. En de koelkast is stuk. Milan, R repareren. Oké, okay, nadat je eigenlijk de rekeningen hebt betaald, dan pas mag je dit ding repareren. Want gegarandeerd dat je anders Frans enorm voor de voeten gaat lopen. Want ik wil, zeg maar, ook weer niet dat uh, dit, deze koelkast vervangen wordt. Want het is uiteindelijk toch weer 1300. Ik bedoel, die rekeningen, dat zal duur genoeg En Melanie heeft hem gewoon letterlijk binnen twee seconden gerepareerd. Dus dat is ook gewoon een, uh, een hartstikke mooi. Oh! Frans! Ik ben helemaal vergeten dat jij dit zou doen, Frans. Vraag jouw liefje even eens om binnen te komen. Want. Frans is papa natuurlijk. Frans is een hele goede papa. Oké, okay, weet je wat? Ik ga douchen. Of uh, uh, sorry, Frans gaat douchen. Oké, okay, dat is eigenlijk nu al niet meer nodig. Oké, okay, die balk ging opeens weer terug. Ik ga gewoon met Frans ga ik reizen. Hij staat nu nog onder de douche. Kapt hij eventjes snel af. Naar beste vrienden, blablabla bla bla. Met Summer Holiday gaan we eventjes die kindjes bekijken. Ik ben totaal de namen van die kinderen alweer vergeten, maar dat doet er eventjes niet toe. Ik speel daarvoor iets te veel spelletjes. Oké, okay, we zijn in ieder geval. En, gekomen met Summer Holiday. Waar zijn de kindjes? Oh my god, ze zijn hier gewoon echt allemaal naast elkaar geplaatst. Wat een chaos. Oké, okay, ja, Jesper, die was van Frans. En. Fuck, welke was de andere? Fleur? Fle Fleur? Kut, ik moet nu gewoon echt serieus mijn eigen video terugkijken. Geef me een momentje. Oké, okay, ik weet het. Ze heten Jesper en Fleur, dus dit is Jesper en Fleur. Ja, oké. Okay. Maar wie zijn die andere twee dan? Jesse en Mariolijn. Van wie zijn die? Dat is zo vreemd. Oh, ik kan ze ook gelijk ouder laten worden. Oh, wat een chaos. Nee, dat ga ik toch eventjes niet doen. Dat gaat nog iets te snel. Maar, nu we hier zijn, kunnen we natuurlijk ook gelijk weer een kindje proberen te maken. Met. En dan gaan we dat, dat mens, die gaan we dan nou compleet overladen met zwangerschappen en andere chaos. Dat is. Dat is waanzinnig. Waarom heb ik daar niet eerder over nagedacht? Waar is ze heen? Summer Holiday. Kom eens hier. Kindje proberen te maken. Go. Even kijken of ze daarin toe is. Ja hoor, wil ze wel. Willekeurig bed. Geneens, ik weet niet eens of die van Summer Holiday is. Maakt niet uit. Oh shit, Matty moet over ongeveer een uur naar het werk. Frans, rond je ding af. Dan kan ik snel naar Matty overschakelen. Oké, okay, je hebt je ding gedaan. Whatever. Ga naar huis of zo. Je hebt je ding weer gedaan. Besturing overdragen naar Matty. Want Matty moet op tijd naar zijn werk toe. En ik ben bang dat hij nog niet uit bed is. Matty, 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 Matty. Oh, je bent best in orde. 23 minuten. Je moet nog even snel. Gewoon hygiëne dingetjes. Kom op snel. Even je handen. Uh, handen. Ik wil dus zeggen je handen poetsen. En dan, dan eindelijk je tanden wassen. <laughs> dat had een enorme blunder geweest. Oké, okay, Matty gaat zelfverzekerd naar zijn werk toe. Die gaat natuurlijk als de beste presteren. We gaan hem ook keihard laten werken, want hij moet die promotie binnenhalen. Want op het moment verdient hij echt gewoon serieus na nou, een kwart van wat Jos verdient. En dat is belachelijk. Wat is er Frans? Wat doe je hier heel Frans? Wat? Nou, gaan we maar even die dingetjes bij, bij elkaar verzamelen. Dat kan zijn dat we nieuwe steentjes, kubusjes uh, naar de georaad kunnen sturen. En daarbij dus ook weer. Wie is dit? Hallo Frans. Slachtoffer. Hallo Frans, opletten. Aardige introductie. Go, 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 go. Was je misje Wat heeft dat mens een rare stem? Oh, oh, slachtoffer nummer 2. Nancy Landgraaf, kom eens hier. Oh, slachtoffer nummer 3. Oh shit, dat is Britt Bakker. Heb ik daar alles iets mee gedaan? Daar heb ik alles iets mee gedaan. Oh, nog een slachtoffer. Wie is dit? Oké, okay, ik noem ze ook gewoon echt slachtoffers. Wat is er mis met mij? Oh, met deze heb ik ook al gepraat. Wat is die? Oké, okay, Frans. Doe je ding. Spierballen laten zien, want je bent een hunk. Oh my god, zoveel gesprekken. Oh shit, er komt nog iemand aan. Wie is dit? Susanne Gerritsen. Wie is dit? Valerie Kuipers. Praat maar met iedereen. Als ze er toestaan staan en niet zomaar wegrennen, want blijkbaar. Oeh, wie hebben we hier? Eefje. God. Zoveel. Frans. Bezwijk niet. Ik bedoel, dat is toch echt een geweldig iets. Dat Frans gewoon voor het gezicht van al die andere vrouwen staat gewoon te flirten met iemand. Dat is geweldig. En voor een of andere reden, waarom ben ik beschaamd? Waarom? Wiens spielewapper heb ik gezien? Oké. Okay. Verstop je maar heel eventjes. Daarna even aan dat computerdingetje werken, oké? Okay? Want anders komt er niks meer van. Frans. Hoe staat hij ervoor? Oké, okay, je hebt ze nog alle drie hier. Oké, okay, we gaan voor die Nancy Landgraaf. En daarna gaan we voor Nathalie Groen. Eens even kijken of ze er uh, voor open staan. Oh god, nog iemand. Frans! Wie is deze oude tak? Twan. Oh, dat is een man. Sorry. Had ik je bijna gekoppeld aan een man? Ook oh gewoon echt. Ik geef totaal geen ene fuck voor echt de, de huidige personen hier. Het is gewoon echt. Eh, zoek het ook maar uit, weet je. Terwijl het echt fucking oneerlijk is. We houden Frans wel in de gaten. Maar gewoon eventjes... Wie de fuck? Oh, dat is Milan. Ik dacht dat is Erika de Wit of zoiets die er opeens stond. Eh, uh, Lach. Oké, okay, Frans, hoe gaat hij nu? Oh, ik zie een slachtoffer wat vertrekt. Oké, okay, Frans, hoe is je relatie met haar? Nathalie Groen. Volgens mij best in orde. Oké, okay, wacht. Moet je kijken. Hier twee baby's: Fleur en Isabel. Drie baby's. Jan, Jesper, Jesse. Twee baby's. Mike en Marjolein. Nog een baby. Nick. Frans heeft echt de helft van zijn contacten bestaat uit baby's. Oh my god, ze gaan er allemaal vandoor. Frans, beperkte schade. Oh god, een boze vrouw. Vivian Lewis. Niks mee bemoeien. Frans houdt niet zo van grijs. Heb je een verkeerde opmerking Frans. Oh my god, Frans. Nee, maak het goed. Je, je, dit moet je goed doen. Fucking Frans. You fucked up. You done goofed. Ga maar naar huis toe. En dit ding is stuk. De radio kwam er eventjes niet op. Nou, Melvin heeft nog een boekje geschreven. Dat gaat zo makkelijk, joh. Dit is echt belachelijk. Volgens mij moet ik gewoon echt een hele rits met boeken gaan maken en opeens allemaal gaan uitgeven. En dan, dan gewoon echt zwemmen in het geld van de royalties. Matty heeft geld verdiend, geweldig werk geleverd en een snipperdag verdiend. Ging nog best goed. Je mag eigenlijk gelijk gaan trainen, aangezien daar gaat je plezier van omhoog, Dan gaan je statistieken van omhoog. Oké, zo direct eventjes lekker gaan eten en de volgende ochtend je tegenstanders bestuderen. Ik heb bijna iedereen aan tafel. Wie mist er? Uh, uh, Oké, okay. Melvin die slaapt, Frans die zit nog niet. Ah fuck! Hij stapt dan van tafel af. God. Dammit. Echt, serieus, dit ding is zo vervelend af en toe. Want elke keer als gewoon een karakter zich verveelt... Ze gaan automatisch daarin stappen. Gewoon, ook al geef ik ze geen eens de opdracht. Ik moet ze er constant uithalen. Dat kan zo vervelend worden op een gegeven moment. Ehm... Um, ik ga... Nee, wacht. Milan, ik gaf jou zojuist de opdracht om op te ruimen. Dat betekent dat je dan vervolgens... Elk bordje pakt, die er aanwezig is in het huis. Vervolgens kom jij op de bovenste verdieping, besluit jij opeens, pak het, ik heb er geen zin meer in. Je legt de bordjes neer en je loopt weg. Ja, maar dat is eventjes niet hoe het werkt. Wat is er Melvin? Oh god, je moet heel nodig naar de wc. Eerst naar de wc, dan vervolgens jezelf weer volstouwen. Straks zeik je je broek terwijl je even lekker wentelt even naar binnen aan het werken bent. Maar dat is even dus niet hoe het werkt. Melvin moet daarentegen over vier uurtjes werken. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat zal gaan. Oké, okay, wacht eens even. Ik heb een idee. Het kan misschien super irritant zijn voor de Sims, maar dat weet ik niet zeker of dat op die manier werkt. En dat is. Ik zet ook gewoon een radio hier neer. Dat betekent dat hun plezier, ook al zijn ze aan het programmeren of wat dan ook, dan kan hun plezier omhoog gaan. Indien het natuurlijk op die manier werkt. Dus ik ga dat eventjes proberen. Want de fuck, volgens mij hoort hij niet debug te staan. Jee, uh, eh. Als ik heel eerlijk mag zijn. Oké, okay, weet je wat? We plaatsen er hierbovenin eentje. En hier eentje. En zo kan je het van beide kanten afhoren. En dan zal het helemaal goed moeten zijn. Ik heb hem eigenlijk toch maar boven het schilderij gedaan. Nee, dat is lelijk. Boven het raam. Stukken beter. Ik ben het zo... Echt, mijn fucking OCD kikt in als ik hiermee bezig ben. God, dit is echt verschrikkelijk. Fuck it, we proberen het gewoon zo. Oké, okay, Melvin, aangezien jij hierboven bent... Eens even kijken of het werkt. Zet eens elektronisch aan. En deze, waarom moet deze dan apart? Oh nee, het is dubbelop is dat. Oké. Okay. Maar dat zijn dus, uh, dus gewoon een klein radiootje eigenlijk. Oh, kijk eens wie er hotdogs heeft gemaakt. Oh, tofu -worsen. Oh. Oh. Dat is een ander verhaaltje. Matty, moet jij niet al zo naar je werk? Oh, over vier uur. Wow, de royalties die zijn nu echt 2000. 2000 gewoon per dag krijg je er zomaar bij. Maar alsjeblieft, hier neem het. Een verzamelprint van de lucht is... Melvin inventaris, wat? Oh, de zo'n ding. Maar die had ik toch al. Oh nee. Nee, deze heb ik nog niet. Wat het. God damn it, Frans. Oh, wacht, waar is het schilderij heen? Waar is hij heen? Ik had hem hieronder gehangen. Waar is hij? Hé? Hey? Nou. Hij zit ook niet meer in de inventaris. Hij zit ook niet in de huishoudinventaris. Waar de fuck is mijn schilderij heen? Ook niet aan de buitenmuur. Oh my god. Oh god, Melvin, Erika de Wit staat voor de deur. Maar je moet werken, dus dit kan niet. Ga naar werk, ga naar werk, ga naar werk. Doei! Je loopt zo langs je vrouw, joh. Eh, uh, verloofde, hè? Verloofde. Vriendin, eigenlijk nog. Wacht, Frans, waar ben jij? Oké, okay, stuur eerst dat ene uh, uh, metaaltje maar naar de ge Nee, wacht, kom terug, kom terug, kom terug! Oh god, er stond soepel zoenen tussen Frans, doe het Doe het Doe het Oh god Oh, hij doet het hem hoor Oké, okay, gewoon zoenen Nu Melvin er niet is hè Wat staat er hier allemaal tussen? Ik wil een ojaatje Staat er ergens een ojaatje tussen? Ja, wat gebeurt er af? vraag ik vraag of Sim vrijgezel is? Wat staat er dan? Ik heb een relatie, zegt ze dan Fuck you Plagiaatbeschuldiging Een blogger voor een concurrerende site Plaats allerlei berichten over hoe Melvin zijn idee heeft gestolen. Van PewDiePie, hè? Denk erom. Nog een paar dagen en het wordt een waar internetschandaal. Moet Melvin een bericht plaatsen om zichzelf te beschermen of koest houden en wachten tot het vanzelf overgaat? Nou, dit is wel een beetje in mijn, uh, in, in mijn markt, als het ware. Ik weet niet. Ik denk dat het op zich nog niet zo slecht is om, zeg maar, gewoon jezelf te verdedigen. Ook al bereikt het niet iedereen, dan heb je wel gewoon, zeg maar, een statement gemaakt. Dus ik zeg. In opstand komen. Maar ik weet het achtergrond niet. Of zeg maar, Melvin ook de dingen heeft gestolen. Dus ik zeg alsnog in opstand komen. En ondertussen laat ik Frans even zoenen. En al die dingetjes doen met, uh, met de vriendin van Melvin. Melvin slaat terug. Maar dat maakt zijn situatie er niet beter op. Misschien was het toch niet zo'n goed idee. Prestatiedaling klein. Really. Oké, okay, daar. Um... Ben ik het niet volledig mee eens, maar uh, prima. Oké, okay, Frans, neem dat moppie mee naar de kamer. En uh, Matty moet over een uur werken, dus die moet gewoon even naar de wc gaan. Oh god, hij heeft zijn tegenstanders niet bestudeerd. Fuck, dat ben ik helemaal vergeten. Waarom slapen die fucking Sims dan ook zo lang? Oké, okay, uh, misschien uh, een 25%. Oh, Erika is er al vandoor. Waarom staat die gitaar zo raar neer? Don. Ga eens eten. Die is bedorven. Die moet je niet eten. Don, ga eens iets lekkers eten. Iets wat niet bedorven is. Oh god, nu gaat Frans hier de hele tijd dansen. Dat is waar ook. die gaat werken. Nou, veel succes, knakker. Je zult het nodig hebben. Dude, mijn karakter heeft nog steeds honger. Fucking ga eten, je om in vroep dat je er bent. Hè? Of is dit die bedorven shit? Oh my god, je gaat de bedorven shit echt niet eten. Stop it. Stop it. Waar is het normale eten heen? Fucking. Poependorven shit. Waar is mijn schoonmaker? Oké, okay, Milan, ga jij nog maar eens even een keer een, uh, een 4K badkuipje maken? En dan vind ik het helemaal prima. En dan gaan we wachten totdat de jongens thuiskomen. En bekijken we wat voor prestatie zij hebben geleverd. Zag je nou een 30 tussen? Klopt dat? Houtsnijwerk uh, voltooid. Badkuip. Oh, bijna 4000. Huppa, 31 kaapje, Mick. Zo gaat hij inderdaad snel. Oké, okay, uh, Milan, ga jij Frans maar eventjes lastigvallen over het feit dat hij aan het koken, schoonmaken, whatever is. En dan ga jij er gewoon een beetje als een vervelende ik ga je erbij staan en uiteindelijk gewoon niks doen. Er wordt gewoon geen woord gezegd hier. Helemaal niks. Frans die staat te afwassen. Milan staat ernaar te kijken van... Oh, nu, 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 nu pas. Nu pas. Huh? Ik bedoel, dat kan ook tegelijkertijd hoor. Jos is klaar met livestreamen, heeft 35 verdiend en bovendien heeft hij nu 26.480 Ik ik wilde duizend zeggen, fans. Mattie heeft geen promotie gehaald. Nee, dude. Je zit op het randje. Fuck. Oké, okay, weet je wat? Dat tegenstanders bestuderen, dat ga jij nu gelijk doen. Anders vergeten we het gewoon weer. Ik vind het ook trouwens wel grappig hoe je eigenlijk van cheerleader naar echt topsporter kan gaan. Hoe? Gerest mijn niveau 5 bereikt. Oh yeah. En dan kunnen we morgen aan de slag om een social media imperium op te bouwen. En dan kunnen we ook nog meer geld opbouwen om uiteindelijk die 40k grens te behalen. En dan kunnen we ook nog eens jagen naar die ene promoties. Voor Jos, voor Matti, voor Joost, voor Melvin. Dat zijn allemaal de promotiejagers. Maar dat gaan wij de volgende keer doen, voor nu. Wil ik jou bedanken voor het kijken? Vond je dit een leuke video? Dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Sims-aflevering. Elke dinsdag en zaterdag om 7 uur s avonds komt er weer een nieuwe aflevering. Dus graag. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Ik ben zelf nooit zwanger geweest, dus ik heb er zelf niet echt verstand van. Maar ik denk dat het gewoon niet een wijs besluit is.